en welkom bij een nieuwe OOK video. Ik ben even tot Thema. Vandaag doen wij Minecraft Pixelmon. Het is vandaag de dag, maar het is niet zomaar een dag. Want vandaag is Minecraft 1.8 uitgekomen. En jullie denken vast van, hey, wat je zit nu in Pixelmon 1.8? Nee, ik zit in Pixelmon 1.7.10. Nog steeds in dezelfde update met als een Pokémon je gaat aanvallen. Dat je Pokémon doodt en waar Lelywaas ontiegelijk OP zijn. En dat daarom heb ik nu ook al die Pokémon zout en er is een Pokémon ingedrongen. Pidgey, jij fucking inbreker, ga uit mijn huis. Please go away, Pidgey. Heb ik een Pokémon? Nee, ik heb geen Pokémon. Ben ik Pokémon? Dus ik kan jou niet vangen. Want ik wil gaan vliegen, maar dat laat niemand mij ook toe. Maar ook heel veel mensen die zeiden van dat ik op Gyarados kon gaan rijden. Dus dat wil ik nu even aanpassen. Maar ik heb natuurlijk ook wat nieuwtjes. Want Pixelmon gaat vaker online komen. In plaats van dat ik echt zo uploaden van Pixelmon B-team, Pixelmon B-team, random Pixelmon B-team, Pixelmon B-team. Ga ik nu doen Pixelmon, 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 Pixelmon B-team, Pixelmon, Pixelmon, Pixelmon B-team. En dan gewoon meer Pixelmon, minder B-team. En dan heb ik ook nog een nieuwtje over Attack of the B-team. Want in deze, want met Pixelmon de luister, daar heb ik jullie aandacht. Zelfs met het update video heb ik jullie aandacht niet. Wel met Pixelmon, jezus, jullie zijn echt Pixelmon verslaafd. No hate, no hate, no hate, no hate, no hate, please, no hate, no hate, no! Nee, maar daar wil ik dus even iets over zeggen. Ik wil eerst kijken, kan ik hier op rijden of moet ik dit dan eerst weg? Kom op, ik wil het op rijden. Kijk jongens, ik kan er niet op rijden. Zie je? Ik had al die tijd gelijk. Ik kan er niet op rijden. Nee, maar dan moet je in de meer zetten. Ja, maar ik kan niet op rijden. Maar wat we dus met de B-team gaan doen. Ik ga de B-team afleveringen die ik heb. Die ga ik nog afmaken. Die komen nog online. En waarschijnlijk ga ik een servertje maken. Daar ben ik nu druk mee bezig dat we een servertje gesponsord krijgen. En dan gaan we daar gewoon met een vriend. Dan gaan we met Lestikje 1 en 2. Die kennen hem wel. Onze lieve Brabander. De persoon waar alles echt gebeurt. En dan hebben we die lagspike weer. Ja, ja. En ik moet jullie ook even... Ja, dus daarmee. Dus Pixelmon komt... Of B-team. Gaan we gewoon mee verder. Of dat gaat gewoon de shit worden. B-team. Gewoon Attack of the Beat. Nee, daar gaan we gewoon weer multiplayer van maken. Want in mijn eentje komt er toch een bal van. Want ik ben nu bij aflevering. Maar wat heb ik opgenomen? Af 5 afleveringen of zo. Ik weet niet of ze online zijn geweest. Ik denk het wel. En ik ben mijn Pokémon Center nu alweer kwijt. Oh, daar is het. Jezus, ik loop echt wel ver van mijn Pokémon Center. Of is dat niet het juiste Pokémon Center? Nee. Huh? En ik raak echt even in de war. Dragon Rage, want ik word zomaar aangevallen. Maar Fistic is dood. Yay. Fistic is dood. Allee, allee. Niet haten bedoelt zich Fistic. Of was daar ook nog een Pokémon Center? Nee, dit is het Pokémon Center wat ik bedoel. Nee, maar even weer back on topic. Oh, daar heb je die Bailey. Die gaan we straks even uitdagen. Oké, wat? Nu maak nog even je punt wat je wil maken. Wij gaan... B-team wordt multiplayer. Ik hoop Pixelmon ook multiplayer, want jullie vinden Jasper gewoon OP en jullie vinden of mijn drone wat OP. Dus ja, ik kan er niet tegenop. Je moet naar je kijkers luisteren, want je kunt wel uploaden wat je wil, maar je hebt er niks. En als het niet wordt bekeken, haha, ik doe het niet om de fame, ik doe het voor de lol. Maar de motivatie gaat wel ontiegelijk naar beneden als je het voor niks doet. In if you know what I mean, ik moet dit natuurlijk weer aanpassen. G-H, zo. Dan kunnen we dit doen. Bayleaf, ik attack je. Dus beating wordt wat minder. En ik ben nu wat... Nu ga ik echt even zeggen wat ik wil zeggen. Want ik kom niet, ben niet echt ver met beating gekomen. Dus ja. Ja, ik heb 5 afleveringen gedaan. En ik heb nog steeds niet de mod geprobeerd. Ik wil graag Collectorcraft doen. Mijn stickje die raadde dat niet aan. En je kan beter iemand ook bij je hebben die wat verstand heeft van de mods. Dan dat je het zelf allemaal gaat uitvogelen. Dus mijn B-team project om als noob het een beetje te doen is mislukt. Het was een experiment zo van eens kijken of mensen het leuk vinden als één persoon B-team aan het doen. Dus en ik kan er geen drollen vangen van. Dus is niet mislukt. Of is mislukt helaas. En hier zat toch ook nog Iron in. Ja, hier zit Iron in. Ik ga ook deze bessen even planten. Want dat wil... Ja, dat ga ik even maken. Ik ga zo'n berry kelder maken. Had ik voordat ik het de volgende keer over zou ik een berry farm gemaakt. Ik denk een berry farm. Maar ja. En ook over Hunger Games. Hunger Games is al een random upload geworden. Maar om Hunger Games toch nog interessant voor jullie te maken. En om toch de interactie te kijken. Want
Ik zeg steeds wel, ja, meer interactie. En dan heb je een idee hoe je dat wil doen, alleen dan is dat best wel mislukt. Want we zijn nog steeds bezig met server 1.80 Zuid en al die andere shizzle, manissel, petissel. Ja, we gaan dus voortaan Hunger Games doen met een kijker. Dus als jij geïnteresseerd bent, kun je gewoon lekker achterlaten. Maar ik zeg al één ding. Ik ga niet met een kijker, zomaar met een ren. Stel, je bent net op Options klaar en kijkt van, oh, dit is mijn kans op YouTube te komen. Nee, ik ga niet met Jan Piet, Pieter Heijn of zo, die net één dag kijkt op Options kanaal Hunger. Nee, het moet echt met mensen zijn die al een tijdje Options, die al een tijdje geabonneerd zijn op Options kanaal. Waarvan ik ook heb gemerkt dat ze echt actief zijn. Bijvoorbeeld, ik ken wel een paar die soms, die echt heel vaak actief zijn, zoals een, hoe heet die in de vent ook alweer? Oh, wel best wel slecht dat ik het niet meer ken. Mijn ene Lambrecht. Sorry als ik je voornaam niet ken. Sorry. En Bob en Sean en Ben en Mike. Dat zijn gewoon echt de diehard OOK'ers. En je hebt natuurlijk ook van die gewone kijkers. Zoals ik ben bijvoorbeeld bij DDG. Want ja, ik kan wel zeuren van, ja, inactieve subscribers. Blablabla. Maar ik ben er zelf ook alleen. Ook al ik die subscribe dan direct als ik niet meer naar wil kijken. Zeg maar van, dan abonneer je op mijn kanaal. En dan heb je de laatste, of dan upload die leuke video's. Zeg je van, nou, ik ga je even abonneren, want hij heeft leuke video's. En dan abonneer je op hem en dan upload je echt totaal geen leuke video's meer. Of je moet dan keuzes maken, omdat er veel mensen uploaden. Ja. En ik ga waarschijnlijk ook de duidelijkheid geven, want dagelijks uploaden ga ik nog niet doen. Misschien is dat wel handig als ik dat zou doen, maar dat ga ik niet doen. Wat wij gaan doen, ik ga gewoon lekker om de dag uploaden. En ik, holy shit, Snorlax familie. En kan ik battle you, kom op, vecht tegen Malverno Snorlax. Wat heb je liever wat gameplay op de achtergrond. En dit gaat waarschijnlijk echt ontiegelijk fout. Ja, dat dacht ik al. Nee, slaap niet. Don't sleep. Of is die andere vent in slaap gevallen? Kom op, pak hem. Machtslag, we hebben hem bijna. Huppakee, we hebben hem gedood. We zitten in level 35. Op één level hebben we een Invernape. Yes, dan hebben we de volgende missie op ons lijstje volbracht. Ha, heb ik. Ja. Wat ik ermee bedoel van, ik wil echt met mensen die ook iets, dat die ook best wel lang op elkaar zitten, die wil ik graag belonen. En daar wil ik dan wel hun games mee doen. Dat heb ik al met Berend gedaan. Er zijn nog een paar, zoals Dylan Ouweneel, die mag ook wel eens een keer. Maar wat je dan wel moet hebben, alsjeblieft geen achtergrondgeluid, want anders trek ik de stekker eruit. En dan ga ik het niet doen. Kom op, aanvallen die Munchlax. Want, oh, Flambeel heeft toch effect. Yes, en ik heb een potato en een apple gekregen. Yes, we kunnen een farm maken. Ook lukt het al gezien, maar we kunnen het gewoon voor de sfeer doen. Dus dat is even wat ik wil zeggen. En omdat mijn Malferno toch bijna level 36 is. En omdat ik toch deze aflevering alleen maar over Jan Doedel heb gepraat. Kan ik hem net zo goed ook even trainen. Ja, dan doe ik dat gewoon. Hey, pushy. Kibbie, pushy. Nee. Persian, kom eens hier, Rodjong. Kom hier, hè. Eén machtslag, even kijken of dat werkt. Dat was dus totaal niet mijn bedoeling. Oké, Magnetron, use Spark. Use Electrobal. Kom op, weet je wat, we gaan gewoon even wachten totdat we een Infernape hebben. En dan hebben we toch wel een praat-episode gehad, maar dan hebben we toch wel een beetje over inhoud gepraat, want dit was wel een van mijn betere commentaries. Ik zeg niet vaak natuurlijk heb ik wel eens in deze aflevering gehad dat ik over een onderwerp begin ik opeens op een ander onderwerp en kom ik op dat onderwerp terug. En dan is het heel erg, hoe zullen we het noemen, ingewikkeld om het te volgen. Want ik van, oh, hij gaat nu daarover praten. Oh nee, nu gaat hij daarover praten. Maar dat komt, ik ben een snelle prater en ik heb wel eens geprobeerd om gewoon zo te praten. Maar dat is mijn stijl niet. Mijn stijl is dit. Dit is OOK. Want ik heb mijn eigen stijl. Ik ben niet iemand. Ik ben mezelf. Ja, ik ben wel iemand. Ik ben natuurlijk mezelf. Maar ja. Oké. Okay. Attack Raticate. Kom hier, Raticate. Okay, mikken. Hè. Ik kan eindelijk mikken. Machtslag. Of een vlamwiel meer effect op een normaal soort. Okay, die is dood. Even kijken. Een Drowsy. Die zijn psycho. En daar ga ik dus niet tegen vechten. Misschien een Lantern. Die kunnen ook wel, of een Drifloon. Nee, Drifloon is ook een vliegsoort. En wie weet wat aanval die kan. Een Meowth en een Rattata. Nou, liever niet. Daar pas ik voor. Even kijken. Waar hebben we die in de gast? En ik heb net ook geprobeerd met die Gyarados.
Man, ik ben voorgelogen door jullie. Je kan niet op Gyarados. Je kan niet op Gyarados varen. Nou, dat hoort wel te kunnen, alleen ik kon het niet. Ik druk steeds op de kop van hem. Nee, ik wil het dus niet leggen. Ik moet niet dat Pokémon Center erop verliezen, want daar zit geen spawn point. Heel slim. En Drifloon. Kom maar, Drifloon, kom maar alsjeblieft. Kom jee. Flambeel. Oh, ik dacht even dat Jasper dood ging. Oké, okay, Drossy. Jouw beurt. Nee, niet in het glas. Oh, Litwick kan ik ook nemen. Ik wil voor deze Drossy. Oké, okay, nog een keer Flambi. Eel, ik denk steeds dat die doodraad en mensen. Ons doel is gelukt. Wij krijgen Invernape. Wow, moet je gewoon voorstellen. Hij was eerst gewoon een Chimchar. Toen is hij een Inferno en nu is hij gewoon een Invernape. Zie die animaties, wij zijn gewoon de eigenaar van een Invernape. Oh, I'm so excited about it. Maar mensen, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie een beetje bij hebben kunnen praten van de stand van zaken. En ga ik nu 2 keer Close Combat leren? Oké, dat was weer een faal. Ik heb niet alles. Oh shit, dat is een legendarische. Oh, daar ben ik 6. Nee, ik moet die kans voorbij laten gaan. Mensen, dit was het einde van deze video. Geef een duimpje omhoog. Ik heb verteld wat ik wou zeggen. Zeg tot de volgende keer. En dan gaan wij eventjes. Dan ga ik even offscreen de spullen van IJsland naar Groenland brengen. Ik ga dit gebied gewoon Groenland noemen. En waar wij woonden. Gaan we een uitvalsbasis maken. Met coördinaten even opslaan. Mensen, genoeg gepraat. Tot de volgende keer. Houdoe.